Februari 2016. Wereldnieuws. Het kan u niet ontgaan zijn. Wetenschappers maken bekend dat ze voor het eerst zwaartekrachtsgolven hebben waargenomen. Dat we gravitatiegolven gezien hebben. Exact 100 jaar nadat Albert Einstein het bestaan ervan voorspelde. Zwaartekrachtsgolven zijn trillingen van ruimte en tijd veroorzaakt door de meest extreme gebeurtenissen in het universum. Zoals botsende zwarte gaten. Het feit dat we deze golven nu kunnen meten, maakt dat we op een revolutionaire nieuwe manier naar het heelal kunnen kijken. Het stelt ons in staat te ontdekken hoe het universum in elkaar zit en hoe het zich de afgelopen miljarden jaren ontwikkelde. Een schatkamer aan nieuwe mogelijkheden. Voor het extreem nauwkeurig detecteren van zwaartekrachtsgolven is een nieuwe meetfaciliteit nodig. Einstein Telescoop. Waar die komt is nog de vraag. Maar Nederland heeft daarvoor de beste papieren, omdat hier alles samenvalt. Onze wetenschappelijke kennis en de innovatiekracht van de Nederlandse industrie. Einstein Telescoop is gebaseerd op een beproefde, stille, veilige en schone techniek. De geschiktheid van de Zuid-Limburgse bodem en de absolute rust zijn belangrijk om deze metingen te kunnen doen. Het landschap en de rust blijven intact. Juist omdat Einstein Telescoop zal werken vanuit bestaande en gerenommeerde instituten in de omgeving. Zwaartekracht is een van de vier fundamentele krachten in de natuur. En het is de kracht die zorgt voor de structuurvorming in het universum. Dus die bepaalt hoe het universum eruit ziet. Het is tegelijkertijd de minst begrepen fundamentele kracht. Einstein Telescoop meet minuscule verplaatsingen met behulp van lasers. In de vorm van een ondergrondse driehoek met armen van 10 kilometer lang. Omdat het 10 maal nauwkeuriger wordt dan de huidige detectoren, zullen we voor het eerst in staat zijn jaarlijks honderdduizenden bronnen van zwaartekrachtsgolven in het heelal waar te nemen. Zelfs tot aan de vroegste stadia na de Big Bang. Met Einstein Telescoop krijgen we een beter begrip van het ontstaan en de evolutie van het universum. Bij dit Europese initiatief zijn inmiddels meer dan 220 onderzoekers van 57 instellingen aangesloten. NICHEF, ons Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica, neemt samen met de 5 daarbij aangesloten Nederlandse universiteiten een vooraanstaande positie in. De EU-regio rond Zuid-Limburg kent bovendien nog meer topinstituten die van grote betekenis zijn voor de verdere ontwikkeling van het wetenschapsveld rondom Einstein Telescoop. Dit is wetenschappelijk toponderzoek. Hier moeten we echt grenzen verleggen. Niet alleen in de wetenschap, maar ook in de technologie. En dat kunnen we niet alleen, de wetenschappers. Daar hebben wij het bedrijfsleven mee nodig. Met bedrijven als VDL, Shell en ASML heeft Nederland de know-how om Einstein Telescoop mee te ontwikkelen en te bouwen. Daarnaast liggen er ook grote mogelijkheden voor het MKB. Ook om die reden is de EU-regio rond Zuid-Limburg de ideale vestigingslocatie. Als kloppend hart van de high-tech-industrie van Europa. Om dit allemaal te kunnen doen, heb je enorme technologische innovaties nodig. Om een klein voorbeeld te noemen, in het bewegen van onze spiegels gebruiken wij minimale krachten. Als je diezelfde krachten bijvoorbeeld op een stamcel laat werken, kun je een stamcel laten differentiëren naar botcellen. Dat is iets wat per toeval ontdekt is uit ons onderzoek. Dus er komen allerlei dingen uit die we gewoon niet hadden kunnen voorzien. De totale investeringskosten voor Einstein Telescoop worden geraamd op ongeveer 1,1 miljard euro. Er zit ongeveer voor de helft aan onderdelen in die wij zouden kunnen leveren. Wij en andere leveranciers in Nederland. Dat is goed voor ongeveer 3000 banen. We weten dat elke euro die naar vergelijkbare wetenschappelijke infrastructuur gaat, een drievoud aan economische toegevoegde waarde oplevert. Een geweldige impuls voor de economie. Rond 2020 wordt de locatie definitief bepaald. De sterren staan gunstig voor Nederland. Als wetenschappers, het bedrijfsleven en de overheid de krachten bundelen en gezamenlijk optrekken, kunnen we deze ongekende kans verzilveren. Een missie die wat ons betreft nationale prioriteit verdient.